Na een fijne dag duiken sommige ouderen in onze eigen warmwaterbron. De jacuzzi van onze herberg. Ik ga het een en ander doen, maar niet alles. Hè? Oh, ik dacht dat je zin. Dat ging zeggen, ik ga het een en ander laten zien. Oh. Maar hier is hier een dingetje, hè? Ik denk dat straks mijn eikers gekookt zijn, dat is warm. Adi, het is nog niet van de mensen. Ze weet wel wie ze moet kiezen. Tussen twee mannen, ja, ja. Oh, dat is plezant, hè? Hey, hey. En goed. Zeg, hier kom ik niet meer uit, hè? Want het is warmer hier of in het kabinetje, daar. Ja. Hey. Ik heb zuster niet meer naar mijn broer gestuurd. Ja. Ja? Joepie en de jacuzzi met twee mannen. Oh. En je zit al zo'n heel tijdje zonder je. Nu heb je toch twee in één keer. En wel zeg, ik ga commentaar krijgen als standaard. Dat, ja, maar dat wordt tijd. Ze zullen zeggen, is dat de Adi? Ja. Ja. Die kennen we toch. Die gaan er mee... Nee, die gaan er mee kennen. Nee. Nee. Ik moet nou wel bekennen dat de mannen dat ik ken rond onze ouderdom, dat is zo niet plezant zijn. Nee, nee. Dus je bent met je poep in de boter gevallen. Ja. Ik voel me hier goed, omdat alles gaat vanzelfsprekend. Het is precies dat we elkaar al jaren kennen. Dat gevoel zit erin. Grappig, je hebt toch een heel mooie dame. Arrive, red maar. Het is lang kleiner dan een gordel. Ik dacht dat je ging zeggen, ben je nog vrij?